Hi jongens, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag is een erg kort video, het is namelijk Let's Play 4. En zometeen komt er dus een ponykampioenschap. En daar wil ik graag aan deelnemen, dus ik ga even mijn pony pakken. Oké, daar zijn we alweer op Blue Trouble. Hij is nu in level 4 en ik ga zo deelnemen aan het ponykampioenschap. Daar zijn we dan, de wedstrijd gaat zometeen beginnen. Dus ik hoop dat we in de top 3 kunnen staan. Oké, jongens, even snel tussen de wedstrijd door. Ik ren nu achter wilde paarden aan. Echt super cool en ik ga die hek zelf ook nog een keer proberen. Ziet er echt super leuk uit. Oké, guys, daar ben ik weer. Ik heb goed nieuws en minder goed nieuws. Jullie denken vast, waar ben je nu? Nou, ik ben dus vergeten om de wedstrijd op te nemen. Maar het goede nieuws is dat ik tweede ben geworden. Daar ben ik heel erg blij mee. Aangezien ik een paard heb in level 4 en ik dacht niet dat ik ging winnen. Ik puur voor de lol. Maar ik heb dus gewonnen. Even kijken. Ik ga het staantje even opdoen. Even zien. Van de andere kant is die te zien. Even draaien. Daar is het vaantje. En dan zijn we alweer bij de Shires. Ik wil namelijk in het Double Star Points Weekend misschien de Shire halen. Laat even weten in de reacties welke kleur ik moet halen. En dan nog even een snelle wedstrijd die ik wel ga filmen. Oké, jongens, ontzettend bedankt voor het kijken. De 5 wordt een stuk langer. En tot de volgende keer. Doei!